Het Kammerorkester Basel opende dit zondagochtendconcert met de Sinfonia voor strijkers RV116 van Antonio Vivaldi. En nu door met violist Giuliano Carmignola erbij. Straks de vierjarige tijden, maar zometeen eerst een van die andere ruim 250 vioolconcerten van Antonio Vivaldi. Deze kreeg het opschrift Il Grosso Mogul, oftewel de Grote Mongool, opgedragen aan kennelijk iemand met veel macht. Wie die meneer of mevrouw was, stond er niet bij. Het is wel de bijnaam gebleven van dit vioolconcert RV208, dat ook drie delen heeft. Allegro, dan een deel dat recitativo wordt genoemd en weer afsluiten met een snel deel Allegro. En dit applaus is voor de Italiaanse violist die het vak leerde van zijn vader, Giuliano Carmignola.
Thank you.
violist Giuliano Carmignola op zijn Stradivari uit het jaar 1732 met het Kammerorkester Basel in het Vioolconcert RV 208 Grosso Mogul van Antonio Vivaldi. Ja, en dan begrijpt u waarschijnlijk meteen waarom wij een andere volgorde in eerste instantie hadden bedacht. Wij dachten dat hij zou openen met dit Vioolconcert. En dat hij dan heel even rust wilde nemen tijdens dat symfonietje. Maar dat wou hij liever zelf niet. Hij wilde liever meteen doorgaan. Al heeft Giuliano Carmignola nu heel even het podium verlaten. En horen we zometeen de vier vioolconcerten waar het de meeste bezoekers hier en de meeste luisteraars van Radio 4 om zal gaan. Die vier concertjes die tezamen Le Quattro Stagioni vormen, de vierjarige tijden. De concerten RV 269, 315, 293 en 297. Ja, toch wat merkwaardig dat die vier concerten in de catalogus van meneer Rion toch van die verschillende nummers hebben gekregen. Ze vormen dus samen een eenheid, de vierjarige tijden. En we horen natuurlijk als eerste de lente, dan de zomer, vervolgens de herfst en als laatste de winter. Die vier verschillende concertjes hebben allemaal drie delen en duren ongeveer een minuut of 10 per stuk. U kent het werk waarschijnlijk. Dus horen we de pakweg komende 40 minuten de 12 deeltjes van de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Kammerorkester Basel stemt nog even bij. En dan komt Giuliano Carmignola ongetwijfeld weer terug. Speelde ook al met het Venetiaans Barokorkest, Concerto Köln, de Academy of Ancient Music, het Orkest des Champs-Élysées, om er maar een paar te noemen. En ook bij dit orkest, het Kammerorkester Basel, was hij al vaker te gast. Daar is hij weer, Giuliano Carmignola. En hier zijn Vivaldi's vier jaargetijden. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Waren ze alle vier de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Violist Giuliano Carmignola speelde hier samen met het Kammerorkester Basel. En het was het eerste zondagochtendconcert van het jaar 2015. Zo hebben we niet een uur, maar een 70 minuten Vivaldi achter de rug. We horen eerst de Sinfonia voor strijkers, RV 116. Toen het vioolconcert Grosso, Mogul, RV 208. En als laatste de vierjaargetijden. En een warm onthaal hier in de uitverkochte grote zaal van het concertgebouw in Amsterdam. En als zometeen de leden van het Kammerorkester Basel en Giuliano Carmignola het podium hebben verlaten, wordt hier...